Ik denk dat het heel logisch is dat we teruggaan naar een goudstandaard. Nou, je hebt een geldpers in de kelder staan. Hoe zal dat verlopen? Nou, ik denk dat dat vrij simpel is en dat het eigenlijk altijd in een puinhoop uitloopt. Want misschien als jij en ik een geldpers in de kelder hebben staan, zullen we die niet misbruiken. Maar geeft politici iedereen en het gaat geheid mis. En wat je ziet is dat het, en centrale banken zijn dan officieel, zijn ze onafhankelijk, maar dat zijn ze natuurlijk ook niet. Dus wat je ziet is dat er bij elke crisis die er ontstaat, dat het politiek gezien te verleidelijk is om die geldpers aan te zetten. Welkom bij een bijzondere uitzending van Goudkoortsgasten. Vandaag te gast bij Goudkoortsgasten, Jan Nieuwenhuis. Jan, ik laat jou jezelf straks nog even introduceren, maar ik wil toch wat zeggen. Namelijk, ik volg jou Jan, bijna een jaar of 10 denk ik. Dat deed ik al vanaf het moment dat jij onder een alias Koos Jansen artikelen deelde. Je bent met die artikelen. Met de blogs die je hebt geschreven, ben je ook echt wereldberoemd geworden. Vandaar dat je ook heel vroeg al bij mij op de radar stond. Het is dus voor mij, wat mij betreft, echt een ontzettende eer dat ik jou mag ontvangen in de studio van Gold Republic. Ja, dat gezegd hebben. Jan, je bent onafhankelijk goudanalist. Je hebt ook een eigen Substack, de goldobserver.com. Ja. Jan, kun je misschien ook nog wat over jezelf vertellen? Ja, ik ben Jan Nieuwenhuis, 40. Ik ben inderdaad goudanalist, inmiddels onafhankelijk. Het is een beetje raar hoe ik in dit vak ben gerold. Ik was vroeger geluidsman voor films in de filmindustrie. En in 2013, ik weet nog dat ik na de crisis, de vorige grote crisis in 2008, een paar jaar daarna, raakte ik heel erg geïnteresseerd in economie. Dus ik begon boeken te lezen van ongeveer vanaf 2009, 2010. Maar ondertussen werkte ik als geluidsman en dat ging allemaal prima. Totdat ik een blessure weer kreeg aan mijn linkerknie. Daar moest ik toen aan geopereerd worden voor de derde keer. En toen kreeg ik wat complicaties. En toen zat ik in 2013 zat ik veel thuis. Ik kon niet meer mijn oude werk doen. En toen had ik meer tijd om eigenlijk aan mijn hobby te werken. Economie. En in dat jaar ben ik een blog begonnen. Ik had toevallig een soort van scoop over de Chinese goudmarkt. En ik had zoiets van ik begin gewoon een blog en ik zie wel wat er gebeurt. Waarschijnlijk word ik toch wel, straks ga ik weer geluid doen. Maar dat werd een heel groot ding. En ik begon ook meteen te schrijven in het Engels. En ik dacht, dan heb ik veel meer mensen bereiken. Dus dat was een soort van hit in 2013. En toen werd me vrij snel daarna een baan aangeboden voor een gouddealer in Singapore. Daar heb ik 4 jaar gewerkt. Toen heb ik nog een tijdje gewerkt voor een dealer in Finland. En daarna heb ik besloten om onafhankelijk te zijn. Omdat ik het toch prettiger vond om... Ja, dan heb ik eigenlijk meer vrijheid. En dan kan ik gewoon schrijfopdrachten aannemen van wie ik wil. Maar dan kan ik in ieder geval wat meer mijn hart volgen. En elke kant op die ik wil in mijn onderzoek eigenlijk. In deze reis naar antwoorden, economische antwoorden. Ja, Jan, jij schrijft nu als onafhankelijk goudanalist onder andere voor je eigen Substack. Wat doe je daar precies? Ja, ik ben eigenlijk gewoon bezig met mijn eigen leerschool, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben hier, wat ik net al zei, ik heb geen economie gestudeerd. Ik ben hier door fascinatie en interesse ben ik hier ingerold. In het begin wist ik natuurlijk niks. En ik heb mezelf met de tijd mezelf een beetje opgeleid. Het is een soort zelfstudie. En ik begon eigenlijk heel simpel met fysiek vraag en aanbod in China. Toen heb ik de hele Chinese goudmarkt geanalyseerd. Dat was waardoor ik een beetje bekend ben geworden, omdat die markt ongeveer 2-3 keer groter is, de fysieke markt, dan wat we dachten in het Westen. Ben ik wat meer ook de Turkse goudmarkt gaan doen en wat meer naar derivaten gaan kijken en Londen en futures en noem het allemaal maar op.
Maar ik wist ook van, ik moet ook echt de economische kant op. Want uiteindelijk is de reden om goud te kopen of niet, of te verkopen, is een economische. En wil ik de hele economie begrijpen en alle financiële markten. En daar ben ik nog lang niet uit. Maar ik ben dus eigenlijk gewoon bezig met die leerschool. Dus het is steeds, schrijf ik iets wat ik zelf niet snap of wat ik niet weet en wat ik dan ga uitzoeken. Ga ik heel lang mensen bellen, e-mailen, boeken lezen, totdat het voor mij logisch is en compatible met al het andere wat ik ervan weet. En dan schrijf ik een stukje. Dus het kan zijn inderdaad over de COMEX, het kan zijn over een nieuwe goudstandaard, het kan zijn over hoe de goudmarkt in Londen in elkaar zit, wat er in Zwitserland gebeurt, maar ook wat er op het gebied van vastgoed gebeurt in de wereld, aandelen, macro-economie, eigenlijk alles. Ja. Ja, en nou ja, ik vind het prachtig hoe bescheiden je daarover spreekt. Want jouw artikelen zijn vaak ontzettend precies. Ook uitgebreid. Het zijn ook echt stukken waar je echt wat van leert. Dus ja, ik vind dat zeker een compliment waard. Ik ben dan toch heel erg benieuwd. Jouw eerste artikel over die scoop van de Chinese goudvoorraden. Hoe ben je er eigenlijk achter gekomen? Ik zat op Twitter en ik was aan het praten met een paar mensen over goud. En er was een man uit Hongkong, kwam ik later achter, met 20 volgers. En een soort van eitje als foto. En die vertelde me over de Shanghai Gold Exchange. En dat hij twee websites heeft, een Chinese website en een Engelse website. En eigenlijk, dat zag ik later ook, in China heeft alles een Chinese en Engelse website. Om die Engelse website staat heel weinig informatie. Als je op die Chinese website kijken en je gaat dingen vertalen, dan staat er ontzettend veel meer informatie op. Maar wat hij me vertelde was, als je op die Chinese website gaat kijken, zijn er weekrapporten. En in bepaalde tabellen staat hoeveel goud er wordt onttrokken uit de kluizen van de Shanghai Gold Exchange. En de Shanghai Gold Exchange is eigenlijk een systeem van kluizen. Dus er zijn iets van 50 kluizen verspreid over China. Maar wat daar wekelijks, en nu wordt het maandelijks gepubliceerd, maar wat daar wekelijks destijds uit werd onttrokken, dat stond in een tabel. En het was zo hoog dat ik dacht van, nou, dit kan niet waar zijn. Dus ik heb meteen de volgende dag heb ik de Shanghai Gold Exchange opgebeld. Een wekker gezet heel vroeg om zeker te weten dat ik ze ongeveer rond de lunch te pakken had. En gevraagd of ze Engels spraken. En ze spraken Engels. En gevraagd, nou, is dit, ik zie hier iets staan op die website. Is dat inderdaad de hoeveelheid goud die wekelijks uit de kluizen wordt gehaald? Ja, dat is zo. En ik zei, nou. En toen ben ik, daar ben ik heel voorzichtig blogjes over gaan schrijven. Maar toen ben ik op die website van de Shanghai Gold Exchange allemaal jaarrapporten en alles wat ik kon vinden ben ik gaan verzamelen. Ben ik dingen, cijfers in Excel sheets gaan zetten. En waar ik achter kwam was dat er in rapporten stond dat de totale vraag naar goud in China was gelijk aan aan de hoeveelheid goud die er jaarlijks uit die kluizen werd onttrokken. Dus ik dacht, ja, die cijfers komen precies overeen. En toen, na een hoop gepuzzel en ook met hulp van bronnen in China, kwam ik erachter dat de Chinese centrale bank heeft eigenlijk die Chinese goudmarkt, de structuur, zo ontworpen dat eigenlijk al het goud steeds over de Shanghai Gold Exchange stroomt. En waardoor dat getal wat er uit de kluizen wordt gehaald, ja, een soort van vertegenwoordiging is van de fysieke vraag. En ja, toen ik dat helemaal had klaar had, die analyse, was dat, ja, kwam ik daarmee naar buiten. En toen werd ik in het begin nog een beetje, nou, uitgelachen niet, maar een beetje zo van, ja, wie ben jij? En we zullen nog wel eens even zien of dat waar is. En toen, volgens mij in 2014, sprak de president van de Shanghai Gold Exchange op een LBMA-conferentie. En daar liet hij cijfers vallen die precies overeenkwamen met mijn cijfers. En toen werd ik meteen opgebeld door een bedrijf of ik voor ze wilde komen werken. Ja, ja. Ja, zo is het gegaan. Nou, en je bent, je bent niet alleen maar door dat, maar ook door nog een aantal andere artikelen die je hebt geschreven, je bent bij Kitco langs geweest. In ieder geval jouw artikelen zijn, jouw analyses zijn bij Kitco langs geweest. Bij Zero Hedge ben je een aantal keren genoemd. Je hebt dus in een relatief korte tijd, ook vanuit
denk ik, die fascinatie en door het zelf te leren heb je een ontzettend mooie naam voor jezelf weten te maken. Destijds deed je dat onder een alias Koos Jansen. Het was altijd in het Engels natuurlijk. Je hebt honderden keren voorbij horen komen. Koos Jansen. Wil je daar, ik ben er toch heel erg benieuwd naar. Wil je daar misschien wat over vertellen? Ja dat was, ik werkte eerst in de filmindustrie. En ik weet nog dat ik wel eens op Facebook zat. En dat was, ja, Facebook was toch een beetje het presenteerblaadje van. Dan zet ik allemaal foto's van speelfilms waar ik aan meewerkte. Zet ik op Facebook. En dat was een beetje het reclamebord van de geluidsman Jan. Kreeg ik mijn economische hobby. En dat wilde ik dan scheiden. Dus toen ben ik een soort van troll-account begonnen op Twitter. En ik dacht, ik doe maar wat, Koos Jansen. En ik begon meteen in het Engels te tweeten en te doen. En het begon natuurlijk met de 10 volgers en dat werden er 100 en 200. En bij de tijd dat ik een blog begon, waren dat er misschien een paar honderd. En ik dacht van, dit is handig. Dan begin ik dat blog, trouwens, ik was nog geluidsman, begin ik ook onder de naam Koos Jansen. En op een gegeven moment is die blog, dat is helemaal uitgegroeid tot een baan. Maar toen zat ik nog vast aan die naam. Ja, maar zo is het begonnen. Ja, omdat ik het gescheiden wilde houden eigenlijk van mijn andere dingen. En dus was ineens Jan Nieuwenhuis gewoon de geluidsman en Koos Jansen de wereldberoemde goudanalist. Ja, ik wilde ook heel lang van die naam af, maar bij Billion Star, dat is het bedrijf waar ik als eerste werkte, zei ze, weet je wel, ik bedoel, iedereen hier noemt je Koos Jansen. Je Nederlandse naam is niet uit te spreken, voor niemand niet. Laat het maar gewoon zo houden. Dus daar heb ik een tijdje tegenaan gehikt. Maar op een gegeven moment ben ik toch, toen ik een andere baan kreeg, heb ik het omgezet naar Jan Nieuwenhuis. Want ik wilde niet, ik vind Koos Jansen ook een hele suffe naam. En ik wil er op een gegeven moment echt vanaf en wil ik gewoon mijn eigen naam gebruiken. Ja, dus dat ben ik gaan doen. Nou, ontzettend leuk, denk ik. Leuke achtergrond van waar die naam in ieder geval vandaan komt. En ook helemaal begrijpelijk dat je daarvoor hebt gekozen, overigens. Jan, je gaf net al even aan wat je doet. De vraag is dan natuurlijk ook, waar komt die fascinatie vandaan? Waarom doe jij dit? Ja, ik denk omdat ik gewoon een brein heb wat het leuk vindt om puzzeltjes op te lossen. Dat is eigenlijk het simpelste. Zo zit ik gewoon in elkaar. Ik vind het heel leuk om verbanden te leggen tussen dingen. En dat is niet alleen binnen de economie, maar ook tussen economie en filosofie, antropologie, psychologie, geschiedenis. Ik vind het allemaal leuk. Spiritualiteit hoort er ook in, wat mij betreft. We zijn mensen en we zijn als mensen, om dingen te begrijpen, hebben we alles in compartimenten eigenlijk gestopt. Hè? En iedereen is een specialist, maar alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. En dat vind ik gewoon heel leuk om uit te zoeken hoe dingen werken en hoe systemen werken. Dat vind ik leuk. En heeft het metaal goud, heeft dat dan nog iets specifieks met ook die fascinatie te maken? Omdat het misschien een onderdeel vormt van, in ieder geval een fundament van heel veel? Nee. Of had het net zo goed koper kunnen zijn? Kijk, toen ik over economie begon te lezen en over wat er misging in 2008, kwam ik vanzelf uit bij geld drukken en goud en schaarste. En Bitcoin begin ik nu ook, trouwens was ik al vanaf het begin mee bezig, maar is nu heel groot. En ik denk niet dat Bitcoin een concurrent is voor goud op dit moment. In die tijd leek het me vrij logisch om me op goud te focussen. Want dat was wat al duizenden jaren economische stabiliteit en welvaart had gebracht. Dus vandaar. Had het al koper kunnen zijn? Nee, want koper heeft niet de eigenschappen van goud. Dus goud is wel, het is goud geworden door de rol die goud heeft in de geschiedenis van de mensheid. Ja. En goudse eigenschappen, dus de schaarste, dat het echt onvergankelijk is, waar zilver nog, als je het een paar duizend jaar laat liggen in het water, of zou het nog een beetje kunnen gaan corroderen. Maar goud is, en wat dat betreft, platinum en palladium, en ik geloof wat andere edelmetalen zijn er nog, die hebben ook wel wat van dat soort eigenschappen, maar die hebben niet
De juiste schaarstof, die zijn pas veel later ontdekt door de mensen, hè, toen we daar pas industriële toepassingen voor konden bedenken. Mm-hmm. En goud is al, nou, ik denk 3000, 4000 voor Christus werd het voor het eerst uit een rivierbedding opgepakt door mensen. En die dachten van, het is zacht, maar we kunnen er geen wapens of gereedschap van maken. Maar ja, het is wel prachtig. En die begonnen er op die manier juwelen van te maken in eerste instantie. En omdat het zo hoog gewaardeerd werd, is het daarna logischerwijs geld geworden. Ja, dat is denk ik ook wel die bijna instinctieve aantrekkingskracht die goud op in ieder geval een heleboel mensen heeft. En dat heeft het waarschijnlijk ook op jou gehad. Anders dan ga je er niet ineens je leven aan wijden. In ieder geval om erachter te komen wat is er nu aan de hand in die goudmarkt. Ja, vanuit zeg maar, hoe je bent gekomen, waar je nu bent, denk ik dat het ook heel interessant is om even te kijken naar de goudmarkt, wellicht ook de koers, anno nu. Het is nu begin 2022. We hebben een aantal ontzettend volatiele, heftige jaren achter de rug. En misschien ook nog voor ons. We hebben gezien dat in ieder geval de koers van goud vanuit de $1,200 range een paar jaar geleden nu rond $1,800 staat. Dat zou op zichzelf natuurlijk een prachtig resultaat zijn, kijkend naar de functie van goud in een portefeuille. Tegelijkertijd, de afgelopen 2 jaar is er niet heel veel gebeurd. Jij hebt daar denk ik een mooie analyse over en ik wil die heel graag delen met onze kijker. Ja, het is op dit moment zo en het is al sinds 2006 eigenlijk zo dat het model, en dit is mijn analyse, maar het model wat de markt gebruikt, en dan gaat het over institutioneel geld, hè, want dat is zoveel meer dan wat zeg maar het retail publiek koopt. Het institutionele geld prijst goud op basis van de 10-jaars tipsrente. En de tipsrente, dat is een tipsis, staat voor Treasury Inflation Protected Security. Dat is een Amerikaanse staatsobligatie die de eigenaar beschermt tegen inflatie. Nou, ik hoef niet helemaal precies in te gaan op hoe die obligatie in elkaar zit. Maar die tipsrente is eigenlijk, wordt gezien als de reële rente. En het is zo dat als de tipsrente daalt, en dan zet ik hem in een grafiek, ik kan wel even het grafiek nasturen en die kunnen we dan overheen plakken. Ja, plakken we er overheen. Als je de as van de tipsrente omdraait en als de tipsrente daalt, dus dan gaat de lijn omhoog, dan gaat goud ook omhoog. En die zijn dus invers aan elkaar gecorreleerd. En het werkt als volgt. Of de obligatiemarkt, zo moet ik het zeggen, mm-hmm. vindt die reële rente heel best. Alleen er zit altijd nog een risico aan. En dat is namelijk dat de Amerikaanse overheid natuurlijk default. Dat failliet gaat. Ja, dat is een theoretische optie. Ja. Je moet het zo zien dat laten we zeggen, 1971, heeft goud een aantal fases gehad. En in eerste instantie na 1971 dacht de markt van, toen werd goud en de dollar werden losgekoppeld, dus toen kon de goudprijs kon vrijelijk bewegen. Toen reageerde het op verwachtingen van inflatie. Dus als de inflatieverwachtingen omhoog gingen, dan dacht de markt van, nou, dan gaan we meer goud kopen, dan zijn we ingedekt. En zo heeft, en toen later kwamen daar ook, ging de inflatie weer naar beneden en de rente in Amerika heeft daar ook mee te maken. Hè, want als je de inflatie van de rente aftrekt, heb je weer de reële rente. Ja. Zo is die, zijn die correlaties ontstaan. Maar in bijvoorbeeld eind jaren 90 was het een beetje onduidelijk voor de markt van, goh, wat is eigenlijk nog de rol van goud? Centrale banken verkopen het. Hoe ziet de toekomst eruit? Er was wat onzekerheid. Nou, wat er toen ook is gebeurd, is dat toen hebben een aantal centrale banken in Europa hebben een agreement gesloten. Wat is een agreement? Overeenkomst. Overeenkomst, dankjewel. Ik doe alles in het Engels, normaal gesproken. Dus geen enkel probleem, Jan. Heel hard na te denken. Een overeenkomst gesloten, die heette de Central Bank Gold Agreement, CBGA.
waarin ze zeiden, ja, we gaan wat goud nog verkopen, maar we doen dat met z'n allen heel geleidelijk, dus maar 400 ton per jaar. En dat doen we dan, gaven ze steeds aan voor de komende 4 jaar hoeveel dat was. Hetzelfde, en daarbij zeiden ze, goud blijft een belangrijk monetaire reserve asset. Ja. Toen is de goudprijs, er gebeurden nog wat andere dingen rond 2000, maar na CBGA is de goudprijs omhoog gegaan. Ook omdat de markt weer een soort van zekerheid kreeg van oké, het blijft wel een onderdeel van het systeem. In 1997 zijn die TIPS-obligaties gelanceerd. En in 2006 zie je eigenlijk die nauwe correlatie met de TIPS-obligatierente ontstaan. Ja. En dat is nog steeds, tot op de dag van vandaag, gewoon, ja, die correlatie is uit mijn hoofd 0,933 of zo, hè, als je de correlatiecoëfficiënt berekent. Ja. Dus het is ontzettend hoog. Dus als je vraagt van, ja, hoe komt het dat goud de laatste 18 maanden of 2 jaar niks heeft gedaan, terwijl we inmiddels enorm veel inflatie zien, kan ik je verwijzen naar dat model. En het grappige is van die tipsrente, daar zit, hoe je de tipsrente berekent, is de normale rente in Amerika, hè, op langlopend staatspapier. Mm-hmm. Dus de nominale treasury rente, min de inflatieverwachtingen. Ja. Dus in die tipsrente zitten ook al de inflatieverwachtingen. Dus de, waar je net aan refereerde, de stijging van goud van $1300 naar $1800. Ja, dat was eigenlijk ook een beetje omdat de markt inflatie verwachtte. Hè, de inflatieverwachtingen komen voor de inflatie. Voordat de inflatie plaatsvindt. Ja. Dus je kan ook een beetje zeggen dat de markt het door had van tevoren. En vandaar dat goud al een flink stuk omhoog is gegaan voor de inflatie die we nu zien. Ik verwacht trouwens wel dat dit model niet duurzaam is of niet haalbaar. En dat het een deze zal breken, maar ik weet niet precies wanneer dat zal zijn. Ja, nou, buitengewoon interessant, die tips, goudkoers, correlatie. En wat we in ieder geval allemaal hebben kunnen zien, is dat inderdaad, zoals je aangaf, de koers van goud in 2018 echt heel stevig op begon te lopen. Nu redelijk stabiel stand houdt. Dat is dan de situatie nu. Ja, jij hebt ook, en ik heb onlangs nog even een artikel van jou ook aangehaald, waarin jij de koers van de euro ten opzichte van goud hebt geanalyseerd. Ik vind het heel leuk om, voordat wij naar een ander onderwerp gaan, om daar nog heel even kort aandacht aan te besteden. Want je hebt eigenlijk gekeken naar, dit was de koers van goud bij de introductie van de euro. En als we dan de koers van goud nu nemen, dan zie je eigenlijk wat er met, niet zozeer met de prijs van goud is gebeurd, maar meer met de waarde van de euro. Kun je, nou, misschien dat artikel, het is al uit 2020, ik weet niet hoe vers het nog in jouw gedachten zit, maar misschien kun je daar nog wat over, in ieder geval over die analyse vertellen, want die is buitengewoon interessant. Nou, het is heel grappig dat jij dat vraagt, want ik weet nog dat ik zag jou op een zondagochtend bij Business Class zitten en toen zei jij, geloof ik, goud is sinds 2600% gestegen. Ja. Ik dacht, jezus, dat is best wel veel, dat heb ik eigenlijk nooit zo, dat hakte er wel in. En toen ben ik het dus om gaan rekenen hoeveel de euro in procenten heeft verloren. Ja. Kijk, een munt kan maar 100% devalueren ten opzichte van iets anders, want je kan niet 110% devalueren, dus ik ben die percentages gaan omdraaien. En dan kom je inderdaad uit op een, ik geloof, wat is het in het artikel wat ik schreef? 85%. Ja, 85%. Ja, dus de euro heeft 85% van zijn koopkracht verloren. Ten opzichte van goud dan, hè? In alle eerlijkheid. Als je de normale inflatiecijfers gebruikt, is het iets anders. Maar als je dus vanaf 2000 goud had aangehouden, dan had je meer koopkracht overgehouden nu dan euro's. Ja, nou absoluut. Nou, leuk. Leuk dat de... Ja. Ik wist dat namelijk helemaal niet. Nou ja, dat heb ik je al verteld. Dat daar weer vandaan had gehaald. Nou, ja. Wat grappig. Jan, ja, dan volgende onderwerp wat ik heel erg interessant vind. Want ja, vanuit, denk ik, jouw fascinatie voor goud, jezelf opgeleid tot analist, daar ontzettend mooie successen mee geboekt. Tegelijkertijd kijkend heel erg naar het macro plaatje. En jij hebt een mooie hypothese.
En ik vind het denk ik belangrijk, ook voor onze kijkers, om te kijken, nou, wat is die hypothese, namelijk de mogelijke herintroductie van een goudstandaard. Ja. Hoe kom je tot in ieder geval tot nu toe een deelconclusie dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn? En wat zijn dan eventueel de verwachtingen naar de toekomst toe? Dus je vraag is van hoe ik op die analyse ben gekomen. Ik denk ten eerste kunnen we praten over de fundamentals van goud. En dat is, laat ik daar gewoon even een kort ding over vertellen. Ik denk dat het heel logisch is dat we teruggaan naar een goudstandaard. En het heeft te maken, en dat wisten, dat hoef ik je niet te vertellen. Ik denk dat de kijkers het ook weten. In 1971 hebben de Amerikanen eenzijdig de goudstandaard opgeheven. Zij zeiden van, nou, de dollar is nu niet meer gekoppeld aan goud. Maar toen zijn in principe al die munten gaan zweven. Europa was er fel op tegen. En die wilde ook in de jaren 70 terug naar goud. Ze dachten van, nou, dit is een tijdelijk ding. En er is toen een soort van diplomatieke rel ontstaan. Waar ik straks nog even op terugkom. Maar ten eerste, kijk, wat die Europeanen waarschijnlijk ook wisten, is dat als je een fiat monetair systeem hebt, dat is nu internationaal zo, maar als we het gewoon even alleen op Europa betrekken. Je hebt een geldpers in de kelder staan. Hoe zal dat verlopen? Nou, ik denk dat het vrij simpel is en dat het eigenlijk altijd in een puinhoop uitloopt. Want misschien als jij en ik een geldpers in de kelder hebben staan, zullen we die niet misbruiken. Maar geeft politici iedereen en het gaat geheid mis. En wat je ziet is dat het, en centrale banken zijn dan officieel, zijn ze onafhankelijk, maar dat zijn ze natuurlijk ook niet. Dus wat je ziet is dat er bij elke crisis die er ontstaat, dat het politiek gezien te verleidelijk is om die geldpers aan te zetten. En dat zie je nu in 2020 is het begonnen met de pandemie. In 2008 begon het na die crisis. Begon er heel veel geld bijgedrukt te worden, maar daarvoor is het ook al gebeurd. En wat je krijgt door die geldpers aan te zetten is een enorme opstapeling van schulden. En dat moet je zien ten opzichte van bbp. Schulden nominaal, dat zegt niet zoveel in een inflatoir systeem. Dus wat er vanaf 1971 eigenlijk is gebeurd, en daar kan ik ook wel even een grafiekje over opsturen die we er overheen kunnen plakken, van Amerika dan, is dat je de totale schulden ten opzichte van bbp enorm ziet stijgen. En één ding van stijgende schulden is dat het, je legt een soort beslag op de toekomst. Want als de schulden stijgen, wat je vandaag uitgeeft, kan je in de toekomst niet meer uitgeven. Dus hoe meer schulden, hoe meer consumptie je naar voren trekt. En hoe meer schulden, hoe minder consumptie er eigenlijk is in de toekomst. Dus je bent ook in zekere zin... Je steelt van de volgende generatie. Ja, dat is wat je doet. Ja. Precies wat je doet. Maar om die schulden houdbaar te houden, hè, want schulden zijn in dit systeem helemaal niet bedoeld om afbetaald te worden, maar moeten alleen maar worden doorgerold. En als die schuldenberg ten opzichte van bbp stijgt, dan moet al maar de rente lager. Dus je ziet inderdaad vanaf 1980 dat de rente, de federal funds rate, lager en lager. En elke piek is lager dan de vorige piek en het dal is ook lager. Dat is om die schuldenberg eigenlijk te kunnen doorrollen. Wat krijg je van lage rentes? Daar krijg je weer financiële bubbels van. Dat zien we bijvoorbeeld nu met aandelen. Grote bedrijven die kunnen voor niks geld lenen. Met dat geld kunnen ze hun eigen aandelen opkopen. Nou, ik hoef je de trucjes niet te vertellen. Ook op de vastgoedmarkt zie je dat die lage rente de prijzen enorm opstuwt. Nou, die financiële bubbels die zijn weer een gevaar voor het systeem, omdat ze instabiliteit eigenlijk teweeg brengen. Maar ook ongelijkheid in de samenleving. En dat is ook heel belangrijk. Want van die ongelijkheid krijg je sociale instabiliteit. En van sociale instabiliteit, en dat noem ik de driehoek van stabiliteit, krijg je politieke instabiliteit. En van politieke instabiliteit krijg je monetaire instabiliteit. Van monetaire instabiliteit krijg je weer sociale instabiliteit. En dan gaat er een soort feedback loop lopen, waardoor eigenlijk de hele samenleving ontwricht raakt. He, dus als je als alles stabiel is, dan werkt dat ook op elkaar in. Maar als je ergens in de keten, en we begonnen het verhaal met geld drukken, dat is natuurlijk een vorm van monetaire instabiliteit, dan is het niet gek dat je daarna ook sociale instabiliteit krijgt. En nu vind ik dat je ook heel duidelijk politieke instabiliteit ziet.
Als we bijvoorbeeld naar Amerika kijken, zie je dat daar toch echt een soort van burgeroorlog aan de gang is. Enorme polarisatie, veel groter dan ooit tevoren tussen Republikeinen en Democraten. Mm-hmm. De bestorming van het Capitool is natuurlijk een goed voorbeeld. Dus die sociale instabiliteit werkt door in politieke instabiliteit. Nou, daar krijg je natuurlijk ook, de politiek bestuurt de geldpers, zullen we zeggen. Ja. Krijg je ook weer, en het werkt weer. Dus we zitten nu in een doomloop, zoals het heet. Ja, Martin Visser, die heeft het daar vaak over, de doomloop. Ja, ja, ja. Dus dat gebeurt er allemaal als je de geldpers eenmaal aanzet. En wat kan je doen met een goudstandaard? In ieder geval monetaire stabiliteit creëren. En daarna zou je weer sociale stabiliteit krijgen en het hele systeem weer kunnen stabiliseren. Dus dat is een van de logische dingen die je kan eigenlijk kan uittekenen als je begint met geld bijdrukken en een ongedekt monetair systeem. Dan vroeg je volgens mij over, hoe ben ik op de analyse gekomen dat we weer naar een goudstandaard toe gaan? Ja. En dat kwam eigenlijk, ik begon wat aanwijzingen op te pakken, her en der. Laat ik beginnen met in Nederland. In Nederland, ik had het net over de Central Bank Gold Agreement. En dat was in Europa, was dat een overeenkomst waarbij centrale banken goud hebben verkocht. En in 2009 of 10, vlak na de crisis, werden er in de Tweede Kamer kamervragen gesteld aan de toenmalige minister van Financiën, Jan Kees de Jager. We kwamen nog met de staart tussen de benen, kwamen die crisis uit van waarom hebben we eigenlijk zoveel goud verkocht? Nederland had, ik geloof, in de jaren 80 1800 ton goud. En we hebben, geloof ik, 1100 ton verkocht. We hebben nu nog 620, zoiets. Dus het waren kamervragen aan Jan Kees de Jager. En Jan Kees de Jager antwoordde, we hebben zoveel goud verkocht om onze goudvoorraden meer in lijn te brengen met andere belangrijke landen, hun goudvoorraden. Wie heeft het goud dan uiteindelijk gekocht? Toen zei hij, dat zijn inderdaad voornamelijk ontwikkelingslanden geweest. En we weten trouwens ook uit, ik kan allemaal links nu onder het YouTube-videootje plakken van allemaal artikelen die ik heb geschreven. We weten ook uit de jaren 90 is er één verkoop van de Nederlandse Centrale Bank van 400 ton is voornamelijk opgekocht door China. Hm. Dus dat is één aanwijzing. Toen ben ik gaan kijken naar dat CBGA, naar dat verkopen van goud in de jaren 90 door de Europeanen. En wat zag ik? Dat er een heleboel centrale banken meededen aan dat en CBGA. Dat ze zeiden van dit is een soort van gecoördineerde vorm om goud te verkopen. Maar een heleboel landen die meededen aan CBGA, die verkochten helemaal niks. Dus het leek voor mij opeens, het was helemaal niet een gecoördineerde manier om goud te verkopen, maar een gecoördineerde manier om goud te herverdelen. Hm. En toen heb ik ook wat andere bronnen gevonden. Bijvoorbeeld een oud-centrale bankier in Finland. En er staat ook iets op de website van de centrale bank in Zwitserland. En die bevestigde dat inderdaad een heleboel van die Europese landen goud hadden verkocht om het te herverdelen. En toen ben ik wat dieper gaan graven en toen ben ik ook veel boeken gaan lezen over de geschiedenis en wat er nou precies in de jaren 70 en 80 en 90 en et cetera is gebeurd. En toen ook dit artikel, dat heet Europe has been preparing a gold standard since the 70s. Ik zal het ook onder dit filmpje plakken. Daar leg ik het allemaal in uit. Maar het is eigenlijk zo dat in 1971 hebben de Amerikanen die goudstandaard opgeheven. En toen zaten de Europeanen met een probleem. Ze wilden naar een eerlijk en duurzaam monetair systeem gebaseerd op goud. Alleen het goud was niet eerlijk verdeeld. En de hele wereld, eigenlijk de wereldwijde financiële infrastructuur, was gebaseerd op de dollar. Dus bijvoorbeeld de foreign exchange market in Argentinië, dat was gewoon alleen maar de peso tegen de dollar. En dus ze konden niet zomaar van die dollar af. Dus ze zijn naarmate die jaren 70 ingingen en ze langer gingen nadenken over het probleem, zijn ze langzaam. Ik denk niet dat het een soort van heel gecoördineerd van, weet je wat, dit is hoe het moet worden en dit dossier ligt op het bureau van elke centrale bankier in Europa. Maar
ze hebben het besproken en dat zit in de achterhoofden van een heleboel centrale bankiers in Europa. Zijn ze dus gaan nadenken van, goh, waar kunnen we heen? Waar zijn we over 20 jaar? Waar zijn we over 50 jaar? Nou, dus ze hadden een doel om de dollardominantie te counteren. Dus daarvoor hebben ze ook de euro opgericht. En nog meer voordelen, ook vaste wisselkoersen binnen Europa. Maar het was ook zeker om een alternatief te bieden tegenover de dollar. Ze zijn het goud gaan herverdelen in de jaren 90. Toen die markt eindelijk in de jaren 70 en 1980, toen schoot de goudprijs nog door het dak. En toen dat een beetje gestabiliseerd was, konden ze heel langzaam dat goud een beetje verkopen. En zie je ook dat de ontwikkelingslanden steeds meer goud zijn gaan opkopen. Daar ben ik over gaan lezen. Dat zag ik. Toen zag ik die goudherverdeling. Wat ik verder begon te zien was dat Europese landen begonnen te repatriëren. Dus we weten, de Nederlandse Centrale Bank heeft goud gerepatrieerd uit New York. Duitsland uit New York, maar ook uit Londen. Trouwens, die hebben ook in het geheim gerepatrieerd in 2000. Oostenrijk is gaan repatriëren. Landen in Oost-Europa natuurlijk, maar ook Turkije. Dus dat was ook voor mij duidelijk. Hè? Dus een teken eigenlijk van Europese centrale banken van, hey, wij zijn aan het nadenken over waar het goud ligt, waar het veilig is. En dat we dat goud op een gegeven moment weer gaan gebruiken. En het laatste in deze analyse is belangrijk dat Europese centrale banken, maar ook, kijk, van Aziatische centrale banken weten we dat al veel langer. Al, nou, ik denk zolang als ik met goud bezig ben, zijn die veel, eigenlijk, spreken die veel openlijker over goud en over dat ze van de dollar af wilden. Maar dat is natuurlijk heel gevoelig voor de Europeanen om te zeggen. Maar toch zag ik op een gegeven moment de Europeanen ook hele botte uitspraken doen over goud. Op een gegeven moment stond op de website van de Nederlandse Centrale Bank dat als het huidige monetaire systeem instort, dat we goud kunnen gebruiken om een nieuw systeem op te bouwen. Dat was natuurlijk, de schellen van mijn ogen, zeg maar. Ja, dat is een behoorlijk boude uitspraak die overigens ook later weer van de website af is gehaald. Klopt, ja. We hebben dat, misschien jij ook, ik heb daar flink over getweet en over geschreven en dat dachten ze misschien, hier op het Frederiksplein dachten ze van, nou, het is misschien inderdaad wel heel eerlijk van ons. Ja. Maar ook de vorige baas van de Duitse Centrale Bank, die heeft zoiets hetzelfde gezegd van dat goud, in het Engels zei hij, gold is the bedrock for the international monetary system. Dus is eigenlijk het fundament van het internationale monetaire systeem. Ja. Als je nu nog op de website van de Centrale Bank van Italië gaat kijken, staat er goud is een perfecte manier om je te beschermen tegen inflatie. Alle andere valuta worden overgegeven door overheden of centrale banken en hebben tegenpartijrisico. En goud is het enige wat niet failliet kan gaan, zeg maar. Ja. Kan niet defaulten. En het staat op de website van een Europese centrale bank. Dat is best wel bijzonder. Dus ik zag inderdaad die herverdeling, het repatriëren, het kopen ook van Aziatische en landen in Zuid-Amerika. Dus ik begon het in grafieken te zetten en ik zag dat het goud eigenlijk ten opzichte van BBP, hè, alles naar rato, werd veel eerlijker verdeeld of werd steeds meer gelijk verdeeld. En dus die communicatie over van, hè, we zouden wel eens weer terug kunnen gaan naar een goudstandaard. Hm. Daarbij dus de logica, wat ik vertelde aan het begin over dat je onherroepelijk in de problemen komt als je een fiat monetair systeem hebt. Zo kwam ik tot de conclusie dat we hoogstwaarschijnlijk weer terug gaan naar een goudstandaard. Ja, nou ja, buitengewoon interessant, ook mooie analyse wat mij betreft. Wat zou dat overigens, behalve dan de mogelijke herintreden van een bepaalde stabiliteit en waarbij misschien ook een versterkende cyclus ontstaat, een meer politieke, monetaire stabiliteit, politieke stabiliteit, sociale stabiliteit. Nou, één, wat zou dat verder nog kunnen betekenen voor misschien wel de wereldeconomie? Maar twee, misschien ook niet onbelangrijk, in hoeverre zou je kunnen stellen of analyseren waar in dat proces we nu zitten? We zijn best wel ver.
We zijn best wel ver. Het goud is redelijk goed verdeeld. Laat ik daar mee beginnen. De schuldenberg en de problemen in de financiële wereld zijn best wel groot. De rente is heel laag. De huizenprijzen zijn onbetaalbaar. Dus we zijn vrij ver. Het is alleen, ik vind het zo moeilijk om te zeggen hoe lang het allemaal nog gaat duren. Omdat ik in het verleden ook wel eens heb gedacht van nou, dit duurt nog 5 jaar. En dan, weet je wel, daar zijn we nu voorbij. En, dus het kan nog wel een tijdje duren. Maar je vroeg ook, wat heeft dat nog meer voor impact op de macro-economie, geloof ik? Een beetje, twee vragen zaten erin. En daar kan ik nog over zeggen dat, wat ik net zei, is dat die schuldenbergen allemaal maar groeit. Hè? Ja. En om daarvan af te komen, zijn er 6 opties in economische theorie. Je kan je eruit groeien. Hè? Dus als BBP opeens veel sneller gaat stijgen dan de schuldenberg, dan wordt die schuldenlast veel minder. Alleen is dat op dit moment, en daar sprak ik ook net over, hebben zoveel consumptie eigenlijk uit de toekomst weggehaald dat, en ook schade aan de economie toegericht door allemaal, ja, dat heette de zombificatie van de economie. Hè, mm-hmm. Met die lage rentes hou je allemaal bedrijven in leven die helemaal geen bestaansrecht meer hebben in een economie. Die ontzettend veel productiviteit ontnemen aan de economie. Dus we gaan ons hier niet meer uitgroeien. Dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Nou, een tweede optie is dan de belastingen verhogen. Nou, die ook niet echt gebeuren. Omdat natuurlijk de mensen met echt heel veel geld, die hebben iets te veel macht om dat te laten gebeuren, denk ik. En de belastingen zijn al torenhoog voor de mensen die ze wel betalen. Ja, precies. Ja, voor de middenstand is het al, is het zeker na deze crisis, niemand heeft meer reserves. En dat is natuurlijk al niet meer te doen. Dan kan je nog naar de personen zoals Bezos en Elon Musk gaan kijken. Maar ja, die betalen nul belasting. Dus het zou me verbazen als die opeens de helft van hun vermogen gaan afstaan. Mm-hmm. Dus dat gaat het niet worden. Nou, dan heb je bezuinigen. Dat hoef ik ook niet uit te leggen. Dat gaat niet gebeuren. Wat heb je nog meer? Je hebt inflatie. Nou, dat is goed op dreef. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor de mensen die schulden hebben. Zoals de overheid of andere mensen is dat fijn. Ja. Inflatie is een soort van overheveling van de schuldenaren naar van de spaarders, sorry, naar de schuldenaren. Qua wealth, rijkdom. Ja. Default natuurlijk. Je kan gewoon als land zeggen van nou, we betalen onze schulden niet meer. Of iedereen met schulden kan met zeggen. Met alle gevolgen van dien voor alle partijen die hebben geleend. Want die gaan dan de staatsobligaties. Domino steen vallen dan om. Ja, de staatsobligaties zijn natuurlijk in het huidige systeem eigenlijk het goud van tijdens een goudstandaard. Mm-hmm. Dus als je nu als overheid zeg maar gaat jezelf failliet verklaart, dan vallen alle banken om, alle verzekeringsmaatschappijen, alle pensioenfondsen. Dat gaat niet gebeuren. Enorme heftige depressie zou dat teweeg brengen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dus je hebt de enige manieren die vatbaar zijn inflatie en herstructurering van de schulden. Nou, inflatie heb ik net al even aangestipt. Dat herstructureren van schulden, dat gaat volgens mij zal dat als volgt in zijn werk gaan. Je ziet steeds meer een verschuiving van al die schulden naar de centrale banken toe. Dus in 2008 kwamen de banken in moeilijkheden en de verzekeringsmaatschappijen, die werden toen gered door de overheden. De overheden kregen zoveel schulden dat op een gegeven moment die centrale banken al die schulden van de overheden zijn gaan opkopen. En al die schuld verplaatst zich eigenlijk naar de balansen van centrale banken. En wat je op een gegeven moment zal zien is dat die centrale banken van die schuld af moeten. En die kunnen dan, ze hebben dus aan de activa zijde van de balans hebben ze allemaal schulden staan. Ze hebben ook aan de activa zijde hebben ze goud staan. Als de goudprijs omhoog gaat, dan wordt de activa zijde van de balans niet alleen langer, maar er gebeurt ook wat aan de passiva zijde. En op het gebied van goud betekent dat daar een herwaarderingsrekening wordt vergroot. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, geeft dat weer wat de goudprijs in waarde is omhoog gegaan. Maar die herwaarderingsrekening van de centrale bank, die kan gebruikt worden als een soort van kapitaal van de centrale bank. Om de schulden weg te strepen. Dus als je dan op een gegeven moment aan de linkerkant schulden wil wegstrepen, moet je aan de rechterkant ook iets wegstrepen. En dat zal dan de herwaarderingsrekening zijn. Ja. Dit is de theorie van het herwaarderen.
het revalueren van goud. Ja, in de geschiedenis is dat natuurlijk al een aantal keren voorgekomen. Klopt. Dus de herwaardering van goud past heel goed in de hypothese. De herwaardering van goud past ook perfect in het plaatje, want dan ben je ook van de schuldenberg af. Ja. En je brengt meteen, dat is best wel een signaal. Kijk, als je de goudprijs, ik weet niet wat de goudprijs vandaag doet, ik denk een euro of 50.000 per kilo. Maar als je die vertienvoudigt, ik zeg maar wat, dan is natuurlijk goud maakt dan het grootste deel uit van de internationale monetaire reserves. En dan is de dollar eigenlijk meteen, is het gedaan met de dollar. Ja. Dus dan kan je meteen overgaan naar een goudstandaard. Je kan meteen ook met die nieuwe prijs, kan je al het geld wat in omloop is, kan je dekken voor goud. Dat is een soort van twee vliegen in één klap. Ja, je zou dus feitelijk door een herwaardering van goud, waardoor schulden kunnen worden weggestreept, maar tegelijkertijd ook alle uitstaande valuta-eenheden kunnen worden gedekt, kun je vrij eenvoudig een nieuwe goudstandaard introduceren. Klopt. En dan is het nog wel de vraag of het een klassieke goudstandaard wordt. Of een systeem dat heet, in het Engels, gold price targeting. Dus het mikken van een bepaalde goudprijs. Dat gaat iets anders in zijn werk. Kijk, bij een klassieke goudstandaard is het zo dat je met een biljet naar de centrale bank kan. En dan kan je zeggen, mag ik alsjeblieft het goud wat dit representeert? Mm-hmm. Dat kan bij gold price targeting niet. Maar dan wat de centrale bank dan doet. Je hebt een bepaalde, ik zei net al, de goudprijs is nu 50.000 euro per kilo. Die is dan 500.000 euro per kilo. En wat Europa dan doet, is die goudprijs stabiliseren. Het komt op hetzelfde neer, namelijk een vaste goudprijs. Het zit alleen iets anders in elkaar. Je kan er namelijk niet bij de centrale bank je biljet inleveren voor goud, maar gewoon in de vrije markt. Hm. Het verschil met een klassieke goudstandaard is dat er devaluatie mogelijk is. We weten allemaal dat er een heleboel goudstandaarden zijn geweest in het verleden, maar dat er op een gegeven moment altijd weer die politieke factor is. En dat of het nou Caesar was of koningen in de middeleeuwen of wie dan ook, dat er op een gegeven moment toch dat er werd gekozen voor devaluatie. Ja. En als je een systeem met van gold price targeting zit dat eigenlijk al ingebakken. Je kan heel makkelijk namelijk zeggen van nou, de goudprijs is vandaag dit. Maar sorry, we zitten met een probleem. We moeten devalueren. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. Want iedereen, ook de private sector, heeft het meeste van zijn reserves in goud. Dus doe lekker. Dus het is een meer duurzamer systeem, denk ik. Dit is gewoon een beetje mijn eigen gedachten erover. Hoor. Ik heb het niet helemaal uitgedacht. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat we naar een gold price targeting systeem overgaan in plaats van een klassieke goudstandaard. Hm. Dus als ik zeg goudstandaard, hoeft het helemaal niet te zijn wat we in, laten we zeggen, 1870 hadden. Maar het kan ook een andere vorm zijn. Ja, nou, buitengewoon interessant. Ik denk ook goed om die hypothese, je hebt er heel goed over nagedacht. Dat is heel duidelijk. En ook grappig dat je dan inderdaad eigenlijk tot een conclusie komt, of in ieder geval een deelconclusie, dat stel je zou goud herwaarderen naar, nou, dat zal dan een hele forse koerscorrectie betekenen, naar boven toe dan. Zeker. Ja. Dat je daarmee wel alle uitstaande schulden eventueel kunt dekken en ook de valuta-eenheden kunt dekken, waarbij dus het leven een beetje doorgaat zoals het gaat. Tenzij natuurlijk misschien ook als privépersoon goud in je portefeuille hebt. Want dan zie je ineens dat goud wellicht een enorme toename kent aan wat dat op dat moment een koopkracht zou vertegenwoordigen. Ja. Ja, is dat in jouw eigen, hou je daar voor jezelf rekening mee? En heb jij goud, zou ik willen vragen? Ja, ik heb goud, ja. Ik hou er rekening mee. Ja. Heel simpel, ja. Ik heb wat goud, ook wat zilver. Ik heb minder verstand van zilver, omdat ik, wat ik net ook allemaal vertelde, het gaat heel erg over wat er gebeurt tussen centrale banken en op het hoogste niveau. En ja, centrale banken hebben geen zilver in de kluis liggen. Nee. Dus de monetaire strijd gaat niet over zilver, maar gaat echt over goud. Vandaar dat ik me focus in mijn onderzoek altijd op goud. En niet op zilver, maar ik heb ook wat zilver. En ja, in alle eerlijkheid, ik heb natuurlijk geen glazen bol. Dus wat ik net vertel is allemaal gebaseerd op analyses. Ik kan het onderbouwen, et cetera.
Wat er exact gaat gebeuren, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik hou inderdaad wel rekening mee met een herwaardering van goud. Ja. En sowieso, ja, nogmaals, kijk, goud kan niet failliet gaan. Dus ik vind het altijd fijn om als verzekering in mijn portefeuille te hebben, zeg maar. Ja. In portfolio. En weet je, mocht er morgen iets gebeuren in financiële markten. En dan vind ik het gewoon prettig om fysiek goud te hebben. Ja, ook als het af en toe, want ja, dat is natuurlijk denk ik ook voor mensen die misschien wel redelijk recent voor het eerst wellicht edelmetaal hebben aangeschaft en dan specifiek goud. Ja, die zien die enorme inflatie. Die zien de inflatie enorm toenemen. En tegelijkertijd zien ze de koers van goud niet enorm oplopen. Ja, dus wat zou je tegen wellicht nieuwe investeerders in edelmetaal of in goud specifiek, wat zou je hen nou niet aanraden, maar kun je ze een paar tips geven om in ieder geval, naast natuurlijk even naar jouw Substack te gaan, om te begrijpen waar ze in investeren? Ja, die vraag wordt natuurlijk best wel vaak gesteld, hè, van vrienden of vrienden van vrienden van, hey, ik geloof dat je iets met goud doet. Mag ik daar iets over vragen? Hoe zit dat? Is dat slim om te kopen? Etcetera. Ik vertel graag meestal dan het liefst het objectieve verhaal. Van ja, zie goud als een verzekering op je spaargeld. Stop niet al je geld erin, maar 10 of 15% raden sommige financiële experts aan. Maar je kan ook wat meer doen als je daar prettig bij voelt. Zie het als een verzekering, niet als een investering. Het is iets voor de lange adem. Het is niet, ik denk niet dat je er rijk van wordt binnen 3 maanden, maar zie het gewoon als een verzekering. En kijk, dat herwaarderingsverhaal wat ik net vertelde, dat is niet iets wat te vergelijken is met, oh, je investeert in Tesla en Tesla wordt succesvol en dan krijg je beloond in heel veel winst op je aandelen en dividend. Het is best wel een rampenscenario als we teruggaan naar goudstandaard initieel, omdat dat een enorme schok teweeg zal brengen in de economie ook. Er kan misschien wel nog meer inflatie mee gemoeid zijn. Het is een scenario wat heel goed mogelijk is. Maar ja, je moet er niet op gaan zitten wachten in de zin van, ik hoop dat het volgend jaar gebeurt of over 2 jaar. En vandaar die verzekering van goud. Het is een verzekering op je spaargeld. En verder, ja, ben ik geen financieel adviseur. Ik weet niet zo goed hoe ik mensen, wat ik moet zeggen in de zin van hoeveel procent ze van hun spaargeld in goud moeten stoppen. Maar ik vertel ze wel altijd van inderdaad, er zijn heel veel risico's in financiële markten. Het systeem wordt alleen maar fragieler. Centrale bankiers zijn met geld drukken en de rente naar beneden aan het boren, zijn ze een pad ingeslagen wat doodloopt en ze kunnen zich ook niet omdraaien. Dus in die zin is het wel heilzaam om het goud te bezitten. Ja, ja, nou, dat geloof ik natuurlijk zelf ook meteen. Maar de manier waarop jij het zegt, maakt het misschien nog iets duidelijker. Dat het echt wel, wellicht ook een moment is waarop je zou kunnen overwegen. Om in ieder geval, als je dat nog niet hebt gedaan, om daarover na te denken. Ik denk dat de analyse die je zojuist hebt gedeeld ook met ons, dat een duidelijk pad ook mogelijk laat zien voor de herintroductie van goud als een mogelijke internationale standaard. Ik heb denk ik nog 2 vragen aan je, Jan. 1 heeft natuurlijk betrekking op welke rol, en we zien wereldwijd ook een beweging daarnaartoe, een mogelijke introductie van een central bank digital currency zou kunnen hebben op wellicht de hypothese van een terugkeer naar een goudstandaard. Maar ook daarnaast de invloed van iets wat ook vrij recent is ontstaan, namelijk cryptocurrencies. Je bent daar ook al een aantal jaren wel volgens mij naar aan het kijken. Niet zo diep als je kijkt naar goud, maar wel, je houdt het wel in de gaten. Heb je daar, speelt dat nog mee in jouw hypothese? En is daardoor misschien wat veranderd? Ik volg het natuurlijk op de voet, wat er gebeurt met Bitcoin en ook andere crypto's. Ik zie de hele cryptowereld eigenlijk als 2 delen. Je hebt Bitcoin en alle andere muntjes. Bitcoin, het narratief van Bitcoin is dat het een store of value is, hè, dus een waardeopslag. En wat dat betreft zou het concurreren met goud. Het is alleen dat Bitcoin op dit moment
ja, het heeft zo'n een grote marktkapitalisatie bereikt, dat het inmiddels volledig is geïnstitutionaliseerd. Dus je ziet ook weer dat wij als retail publiek eigenlijk niet zoveel invloed meer hebben op de Bitcoin-prijs. Maar het grote institutionele geld bepaalt de prijs van Bitcoin. En die is nu bijna 1-op-1 gecorreleerd aan de S&P 500, hè, de Amerikaanse beurs. Dus het narratief van Bitcoin is dat het digitaal goud is en dat het een waardeopslag is. Maar het gedraagt zich in financiële markten gewoon als een risk-on asset. Dus eigenlijk als een risico activum, net zoals aandelen of derivaten of noem het allemaal maar op. Dus het narratief is eigenlijk al, kunnen we in de prullenbak gooien. Natuurlijk zou het zo kunnen zijn dat Bitcoin, hè, want het heeft al veel stadia gehad en het kan hierna, kan het zich loskoppelen van de S&P 500 en wel echt als een store of value worden gezien door iedereen en nog veel verder stijgen. Het is alleen, denk ik, geen concurrent voor goud. Omdat bijvoorbeeld geen één centrale bank Bitcoin heeft. En het is dus niet die eerlijke verdeling heeft over de wereld. Het is dus voor, om naar een goudstandaard of een ander monetair systeem, om daar naar over te stappen, is het echt heel belangrijk dat waar je naartoe gaat, in dit geval goud, wat ik denk, dat het eerlijk verdeeld is. En ik zal je een voorbeeld geven over de 19e eeuw. Zoals je misschien weet was in 1870 is de klassieke goudstandaard is eigenlijk begonnen. Dat was een wereldwijd systeem waarin bijna alle landen behalve China op een goudstandaard waren. Dat was aan het begin van de 19e eeuw anders. En nou, voor het gemak kunnen we even zeggen dat aan het begin 50% op een zilverstandaard zat en de andere 50% van de landen op een goudstandaard. Gedurende de 19e eeuw gingen er steeds meer landen over van een zilverstandaard naar een goudstandaard. Wat gebeurde er daardoor? En aan het einde was bijna iedereen op een goudstandaard. Die kregen dus steeds meer vraag naar goud, waardoor eigenlijk de relatieve prijs van goud steeg. En steeds meer aanbod van zilver, omdat landen de zilverstandaard verlieten. Waardoor de relatieve prijs van zilver naar beneden ging. Wat gebeurde er in de landen zoals China, die op een zilverstandaard bleven? Die kregen enorm te kampen met inflatie, inflow van zilver. Ja. Zilver werd heel goedkoop eigenlijk. Zilver werd heel goedkoop, waardoor de koopkracht van zilver daalde. Ja. Ja. En de landen op een goudstandaard, aan het einde van de 19e eeuw, die kregen steeds meer last van deflatie. En dat was omdat er steeds meer vraag was naar goud, waardoor de koopkracht van goud steeg. Ja. Zo zie je dat als het niet eerlijk verdeeld is vanaf het begin, dat je eigenlijk een soort van instabiel een nieuw systeem ingaat. Je wil natuurlijk het liefste dat als je naar een nieuw systeem gaat, dat het meteen vanaf het begin stabiel is. En vandaar het belang van die verdeling van goud. En als je naar Bitcoin kijkt, dat is natuurlijk, er zijn wel een heleboel mensen met Bitcoin, maar sowieso is het ontzettend geconcentreerd. Hè? We kennen allemaal de whales, de walvissen, mm-hmm. Die hebben natuurlijk een heleboel bitcoins. Nou, dat zijn centrale banken al niet. Dus naar een bitcoin gaat of naar een bitcoin standaard, dat zit er voorlopig niet in. Ja. Nee. Daar wil ik nog bij zeggen dat Bitcoin is natuurlijk een fantastische uitvinding. En op dit moment heb ik even geen Bitcoin, maar ik heb het ook gehad en ik ben helemaal niet tegen Bitcoin. Maar het is wel iets in the end wat mensen hebben gemaakt en wat mensen kapot kunnen maken. Hè, de coders kunnen iets doen. Je kan een 51% attack krijgen. Het is gewoon niet wat we van goud kennen, dat het onveranderlijk is, immutable. Bitcoin is niet immutable. Ja. En er is een ander heel groot probleem met Bitcoin, is dat als het zal geloof ik over 100 jaar zo zijn, dan komen er geen bitcoins meer bij. Maar dan moeten alle miners hun geld verdienen met de fees die worden betaald voor transacties. Mm-hmm. Als er geen bitcoins meer bijkomen, moeten de miners zijn dus volledig afhankelijk van wat ze verdienen met die fees. Dus dan, wat er gebeurt is of die fees moeten heel hoog zijn, waardoor het voor bitcoin eigenlijk een beetje niet te betalen is om een bitcoin over te maken. Of die fees voor miners zullen zo laag zijn
dat het wel weer betaalbaar is om een bitcoin over te maken. Maar dan daalt de hash rate, de computerkracht van die miners daalt enorm. Mm-hmm. En dan wordt het heel erg gevoelig voor een 51% attack. Sorry, een 51% aanval. Ja, ja. Ik denk dat veel kijkers ook wel een beetje bekend zijn met mm-hmm. hoe bitcoin in elkaar zit. En ja. Dus bekend zijn met een 51% aanval en met die fees en hoeveel munten er nu maandelijks gemijnd worden. Ja. Maar dit, wat in de toekomst dus een gevaar is en hoe naarmate de tijd vordert, hoe groter dat probleem wordt. Hè, over 3 jaar krijgen we weer een heffening, een halvering van wat er gemijnd wordt. Het probleem wordt steeds maar, steeds acuter. Dus al met al denk ik dat Bitcoin niet tegen goud op kan. Nee, uiteindelijk zal het net zoals, ja, en dat is ik denk dat we de uiteindelijke conclusie deden, namelijk goud is al 5000 jaar en nog steeds the king of money and money of kings. En wat er ook wordt uitgevonden inderdaad door mensen, het houdt het nooit 5000 jaar, de komende 5000 jaar vol. Ja, en wat ik er nog aan toe kan voegen is dat de bitcoiners die zeggen natuurlijk van ja, maar goud, weet je, het is zo lomp en je moet het kost ontzettend veel energie om het te verplaatsen en het gaat nooit meer gebeuren. Maar ja, dat is niet echt een probleem. Kijk, als je als twee landen handel drijven, dan stuur je ook een heleboel bijvoorbeeld spijkerbroeken van Portugal naar Nederland. En dan, ja, dus het is ook niet zo'n probleem om, als we die vertrouwensband hebben, om wat goud heen en weer te sturen. Ja. En daarnaast kunnen er natuurlijk centra zijn waarbij, zoals Londen, waarbij Portugal en Nederland een goudrekening hebben en waar het aan het einde van de maand gewoon wat baartjes van de ene kluis en de andere kluis wordt overgeheveld om iets te schulden te vereffenen, ja. Eventueel. Ja. Ja, ja, ja. En het mooie van goud is dus, wat ik net ook al zei, goud kan niet, het is zeg maar issued by God, uitgegeven door God. Mm-hmm. Het is van de natuur, dus het is zo onafhankelijk van het financiële systeem. Dat is niks anders. Bitcoin heeft tegenpartijrisico, aandelen hebben het, obligaties hebben het, alleen goud niet. Ja, ja, dat is denk ik een ontzettend mooie een manier om dit gesprek langzaam te gaan beëindigen. Jan, ja, ik vind het ontzettend gaaf dat je langs bent geweest. Heel leuk. Ik ontvang je natuurlijk in de toekomst heel graag nog een keer. Maar heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Wat ik in ieder geval aan onze kijkers ook nog even wil meegeven is, als je nou geïnteresseerd bent in de analyses van Jan, ga dan even naar zijn Substack. Dat is www.thegoldobserver.com. Want Jan is een onafhankelijk goudanalist. En ja, jij bent dus ook eigenlijk afhankelijk van mensen die geïnteresseerd zijn in de analyses die jij deelt. Om ook ons te kunnen voorzien van al die andere analyses. Ja. Thegoldobserver.com. Yes. Kunnen mensen jou nog op een andere manier bereiken? Zeker op Twitter. Oké. Okay. Ja, Twitter ben ik vrij actief op. En mijn handle is @jangold _. Kijk, goed. Heb je dit nou een leuke uitzending gevonden? Like hem dan even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van Gold Republic? Dan ben ik altijd blij met elke nieuwe abonnee. Heb je een vraag, een opmerking of wil je even met elkaar in discussie over wellicht die potentiële herintroductie van de goudstandaard of waarom Bitcoin geen concurrent is voor goud, dan kan dat hieronder in de comment section en dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkorts Gasten.